kunnen we gewoon zo rondlopen door mijn eigen eentjehuisje. Wat leuk, hè? Hallo, beste kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Inky. Oh, vandaag heb ik toch wat leuks voor jullie. Kijkers, vandaag heb ik toch wat heel leuks voor jullie. Ik ga... De zon gaat onder. Nee. Niet waar. Hij is gewoon daar. Hij gaat gewoon weer omhoog. Vandaag, kijkers, ga ik toch wat leuks doen. Ik ga namelijk heel spannende dingetjes laten zien aan jullie. Nee, een grapje. We gaan Henkie's monteurdeur maken. We gaan vandaag gewoon Henkie's monteurdeur maken in Minecraft. En dan bedoel ik ga mijn eigen huis daar maken. Ik zit hier nu binnen, dus ik kan heel makkelijk bekijken. En om me heen kijken en denk, oh, ja, dat is het. En dan gewoon daar een blokje plaatsen, zoals hier. Dat is een blokje. Nee, maar kijkers, we gaan gewoon Henkie's monteur maken. We gaan mijn eigen huis nabouwen. En misschien gaan we de panzo er ook bij zetten. We kijken even hoe het verloopt. Maar we beginnen gewoon. Het eerste wat we moeten hebben. Ik had al een paar blokken gepakt, maar we moeten ook nog wat vensters hebben, zie ik nu. Voor het hekje op het begin. We gaan zeggen, het huis gaat... Moet altijd lekker naar de zon kijken. Want dat is gewoon fijn, dat de zon op het huis schijnt. Dus de zon komt daarop. Dus dan zouden we zeggen, hier komt het huis. Zo. En dan, ga weer gras. Maar voordat de video begint... Wil ik eigenlijk... Ja, hij is al begonnen eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. Voordat hij begint wil ik jou maar vragen of je even kan kijken. Of je een leuke comment achter kunt laten. Om te vertellen wat Henkie moet gaan doen. Kijk, Henkie's monteurdeur komt er gewoon aan. Dat komt sowieso wel. Maar ik vraag me af wat jullie nog meer willen van mij. Naast Henkie's monteurdeur. Want ik kan niet natuurlijk elke dag Henkie's monteurdeur uploaden. Dus zeg maar wat jullie willen. En als jullie dan toch kijken. Abonneer gelijk even. En like even de video. Ik zeg dat normaal nooit. Ik zeg altijd abonneer even. Maar je moet gewoon abonneren. Maar dat is het ook leuk om te doen. Laten we nu gewoon verder gaan met het huis. De tuintje komt ongeveer hier zo. En laten we zeggen dat we nog meer bricks nodig hebben. Want er komt een soort pad omhoog naar mijn voordeur, denk je. Ik heb hier een voordeur. Hé! Hey! En Henkie's huis, mijn huis bedoel ik, die zit hoger zo. Die zit ongeveer een beetje op deze hoogte. En dan heb je, laten we zeggen zo. We doen hem zo breed. Dit is het huis. Kijk, wat een mooi huis. Zien jullie al een beetje de vergelijkenis? We gaan gewoon een deur plaatsen nu. En dat is dan de voordeur. Kijk, die komt hier. Boom, zie je? Dit is een beetje de vergelijkenis die het heeft. En dan met dit blok. Dit is, is iets te donker. Dit blok, ja, dit is perfect. Dit is een goed blok voor het huis. Ja, kijk. Zo is hoe het er ongeveer uitziet. Zo en dan zo. En dan laten we zeggen, zo dan. Kijk. Je zou denken, hé, wat is dit voor raar iets? Maar ik zal zo laten zien hoe dat eruit ziet. Kijk, ik kan wel een foto laten zien, maar bam! Dit is mijn huis. Kijk, ik heb een eigen foto gemaakt met mijn eigen camera. Maar nu gaan we dat dus namaken in Minecraft. En daar gaan we even serieus mee bezig. Want ik wil gewoon een cool huis hebben waar ik af en toe in auto's kan monteren in Minecraft. Als ik gewoon even geen echte auto heb in het echt, kan ik dat hier misschien een keertje doen. Dat is toch ook leuk? Ah, kijk eens, het is toch mooi? Of niet dan? Ja, dit is echt heel cool. En dan gaat hij weer helemaal omhoog hier. Gaat die weg? Gaat hier een blokje? Gaat hier een blokje? Want het raam zit een beetje hoog. Dat heb ik eens me opgevallen. Dat mijn raam eigenlijk net iets te hoog zit. Maar dat is allemaal niet erg. Dat kan allemaal gewoon gebeuren. In ieder geval wat we nu moeten doen. Ja, ik weet het niet, kijkers. Moeilijk. Moeilijk, 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 moeilijk. Laten we het gewoon zo doen. Dit is gewoon de manier hoe het moet. En dan moet dit eigenlijk nog net even iets. Gewoon in één rechtstuk door ging dit. Oh, maar wacht. Hier gaat hij wel heel anders, maar hij is natuurlijk... Maar hij heeft hier een dakje. Een dakje, kijkers. Hij is ook iets breder hier, zie ik nu. Dus wat we gaan doen, is we gaan hem zo doen. Zo, en dan vanaf hier gaat hij omhoog. Doen vanaf hier dit zo. Kijk, en dan hebben we hier dat inhammetje die net iets te groot is, vind ik. Maar dat maakt niet uit. Een kleine uitbouw mag wel een keertje. Een uitbouw gewoon. Kijk, zo is hij toch stukken beter. Dit is gewoon hoe het hoort. Zo is echt heel goed zo. Kijk, hier is de ingang en dan komt hier dat hek zo helemaal heen. En die gaat dan zo. En dan kom je op een gegeven moment hier op het hoekje. Nou, hier ook. Nou, toch hier dan. Zo. En er staat, hier staat een hele grote koele boom op deze plek. Er staat een boom. Hier staat mijn plantenpot. Hier staat ook een plantenpot. Daar staat de monteurdeur. Daar staat de garage. Die gaan we ook zo maken. De garage. We zijn nu zelfs de zijkant aan het maken. En de zijkanten die zijn heel bijzonder. Want die zijn eigenlijk gewoon één lang plateau is het. Tot je aan het einde bij de deur komt. En ik moet me afvragen even hoe lang het is. Want ik ben heel slecht in op maat bouwen. Maar we gaan kijken of het lukt. Dan heb ik hier. Moet ik even denken hoor. Want anders wordt die wel heel... Nou, dit is goed. Dan heb ik hier. Heb ik een soort klein inhammetje in mijn huis zitten. Die gaat zo. En dan bij de nog één breder. Zo. Dus een soort inhammetje. Kijk, nu hebben we hier mijn kamer. De badkamer. En een Royse kamer. Dat is toch leuk? En daarnaast komt nog het rommelhok. En dat is hier. Hier is het rommelhok. Let op. Hier heb ik mijn witte deur. Ik weet niet. Die krijg ik nooit open. Die deur zit al zo lang verstopt. Die krijg ik nooit, never, nooit open. Maar dit is wel kleiner, zie ik nu ook.
Het is ongeveer zo groot. En dan zit hier zo'n randje. En dat gaat dan ook zo omhoog. Kijk, zo, zie je? Dat is waar mijn deurtje zit. En dan daar hier zit dan denk ik mijn deur. Er zit een garage. Oh! Oké, en dan gaat dit helemaal naar achter hier. Dus dit loopt weer helemaal door. Maar hier zitten wel weer ramen en zo. Dus dit is wel heel leuk. Ik ga eerst gewoon de vorm eigenlijk even uitmaken. Gewoon de vorm even maken. Het gaat namelijk hier heel raar. Mijn huis heeft een heel raar vormpje. Die gaat helemaal zo. En hier zit, die kom ik eigenlijk nooit in deze kant van het huis. Want daar zitten allemaal bosjes. Daar zitten mijn planten en zo. Dus vet leuk. Oké, kijk eens. Deze is nog ietsje kleiner. Voor mijn gevoel. Want anders kom ik iets te ver uit. En dat wil ik ook natuurlijk niet hebben. Dus we gaan hem even beter maken. Zo, en dan hier zit dit zo. En dan zit hier weer leuk zo een trappetje. En dan zitten hier weer twee deuren die ik nooit open kan doen. Dat vind ik zo vervelend. Hè? Daar word ik gewoon altijd de sleutel al van kwijt. En dat is gewoon vet onhandig dat dat toen gebeurd is. Dan gaan we helemaal verder zo. Zo, hoppakee. Want hier zit namelijk ook weer een raam. Eens maak hem even dicht. Want dan kunnen we gewoon makkelijk dit doen. Oh, even snel deze eroverheen. En dan als het goed is, zit hier gewoon een raam zo. Ja, oké. Maar daar zitten wel tralies voor. Dat is wel een beetje jammer. En dan zit hier wel een schoorsteen. Want aan de andere kant dacht ik dat ik daar een schoorsteen had. Maar die zat daar helemaal niet. Dat is een beetje dom van mij, hè. Een beetje stommig, maar dat maakt niet uit. Kijk, want hier zit hij zo. Die gaat zo omhoog. En dan zit hij zo. Kijk, zo ziet hij, hoor. Dit is mijn schoorsteen. Het moet even dag zijn, maar kijk, we hebben gewoon de omvouw van ons huis. Het is zo leuk. Hé, er zitten creepers en skeletons en zombies. Ga weg. Ga van mijn huisje weg. Nou, en nu is het heel simpel. Nu hoef ik alleen nog maar slabs te pakken. Een beetje donkere slabs. En dan kunnen we al gauw zeggen, we gaan hem dichtbouwen. Kijk, zoals dit. We doen dit zo. Helemaal dichtbouwen. Kijk eens, het dak zit erop. En nu moeten we heel even snel dichtbouwen. Want anders zit er allemaal water hier en dat willen we niet. Jezus, wat doen jullie allemaal in mijn huis? Ga mijn huis eens uit. Dit wil ik toch helemaal niet. Jezus, al die monsters in mijn huis. Die hier aan het chillen zijn. Dit is toch geen housewarming? Het huis is nog helemaal niet klaar. Ga weg, ga weg, ga weg, ga weg, ga weg. Ik heb ze allemaal weggejaagd. Ze zaten allemaal in mijn huis. Wat doen ze nou in mijn huis? Ze zijn helemaal niet welkom. Helemaal niet leuk. Hier namelijk dit. En dan hier wordt nou weer deze gebruikt. Deze kleur oprit. Die vind ik helemaal niet mooi. In Minecraft dan hoor. Echt wel. Echt is die heel mooi. Hier begint namelijk de monteurdeur. En die is toch zo belangrijk. Dan doen we hier in het midden. Is dit een goede breedte garage? Even kijken. Even kijken hoor. Als we zo breken. Ja, mag wel. Eentje breed. Eentje breder dan. Zo. We doen hem zo breed. Oké. En dan gaan we even denken hoor. Hoe gaan we dit doen? Zo. Kijk, dit is toch mooi. Deze garage. Ja, dit is hem. Dit is hem hoor. Kijk eens. Eentje is monteurde. Zo. En dan doen we daar. Doen we de stairs op. Zoals dit. Zo. Zo. En dan hier, kijk eens. We hebben de deur geplaatst, maar hier zit zo'n hele lange lelijke muur. Maar die is van de buurman en die wil ik eigenlijk altijd al weg hebben. Maar ja, dat lukt gewoon niet. Dus ik bouw wel echt met hele lelijke blokken trouwens, zie ik nu. Maar dat maakt helemaal niet uit. Deze muur moet helemaal doorgetrokken worden tot het hekje hier al. Hier. En dan zit hier zit de iron bars, want hier zit het hek zo er tegenaan. En dan zit hier ook zo'n hekje. Zo. En dat is allemaal van de buurman en dat maakt niet uit. Dit is allemaal van mij. Kijk, het begint er echt al leuk uit te zien. Kijk, het begint echt al op mijn huis te lijken. Oké, dat is gedaan. Dan gaan we nu even de voortuin hier maken. Zo, we hebben een beetje de variatie erin gebracht. Wat we nu doen, is we gaan hier allemaal gras plaatsen. En dan gaan we daarna liefst... Het is nacht! Nu niet meer, nu is het lekker dag. Maar we gaan hier gewoon allemaal even liefst plaatsen. En heel veel gras. Wat het leuk is, dan kijk, dan krijg je een beetje die natuurgevoeltje hier al. Weet je wat ik heb bij Henkies thuis? Bij mijn eigen thuis hier al. En we gaan een boom plaatsen. Die plaatsen we ook gelijk wel even. Kijk eens, de boom is geplaatst. De boom staat, ik vind hem niet heel spectaculair of zo. Maar dat maakt niet uit, het is maar een boom. Wat we dan gaan doen, is gaan we even kijken wat we nog meer... We hebben hier een pot namelijk staan. Eigenlijk moeten we even... Je moet ook nog ramen, besef ik. Hier. Raampje hier, raampje hier. Zo, die was ik helemaal vergeten wegraam. Eigenlijk moeten we de monteur er even afmaken. Dus gaan we even snel doen. Oké, zo. Dan is het monteur er is af. Die staat er nu ook leuk. Dan gaan we even de tuin en de zo afmaken. En dan kijken wat voor resultaat we hebben. Oké, dan gaat dit hier. Dit gaat zo. Wat het leuke is. We hebben nu, als het goed is, hebben we al heel veel af. Zometeen komen overal de kleine details natuurlijk. We gaan het even zo doen. Alweer een feestje gaan hier. Nou, hé. Waarom houden jullie allemaal feestjes zonder mij? Dat vind ik helemaal niet zo leuk dat ze dat doen, kijkers. Oké, wat we nu gaan doen is, ik zie af en toe wel eens wat dode plekjes in mijn tuin. Dat is helemaal niet zo heel leuk.
Maar ja, die moeten we wel er even in maken. Want het moet zo realistisch mogelijk zijn, kijkers. Dus wat ik zo eens wel zie, hier is dit. En af en toe gewoon even wat dode plekjes in die tuin. Dat moet wel gewoon kunnen gebeuren, toch? Het is helemaal niet zo erg. Ik doe erg mijn best met het onderhouden van. Alleen dan ben ik net bezig en dan komt er weer een mooie auto aan. En denk ik, oh, die is toch veel cooler dan de tuin onderhouden. En dan ga ik daarmee bezig. En dan vergeet ik eigenlijk stiekem een beetje de tuin. En dan krijg je een beetje dode plekken zoals dit. Ik zie ook nu dat dit nog een beetje variatie nodig heeft in de blokkensoorten. Dat is toch veel mooi. Ik gebruik de lelijkste blokken die er maar bestaan. Maar ik denk dat het wel leuk is om te gebruiken. Omdat het een beetje realistisch moet zijn. En dat is het toch wel nu. Dat is toch gewoon leuk. Oh, zo. Hoppakee, kijk. Dat is toch leuk? Dat is leuk! Wat we dan doen is nog een beetje wat bosjes plaatsen hier. Want ik heb af en toe wat bosjes hier staan. Die onderhoud ik wel een beetje. En hier staat nog een boompje. Zo zie ik. Dus wat we even gaan doen is pakken die. Dit is hem. Zo, hij is klaar. Nee, grapje hoor. Even snel kijken hoe we dit doen. Het stomme is, hier zit het buurmanshuis. Dus wat doen we? Zullen we ook gewoon zo'n muurtje als aan deze kant plaatsen? Want eigenlijk zit het buurmanshuis zit hier. En die zit er echt strak tegenaan. Die zit echt zo namelijk. Dus wat we gewoon doen is we bouwen even zo'n muurtje. En we doen alsof dit het huis is van de buurman. Die ik nooit heb gesproken, de buurman. Dat verbaast me altijd. Ik heb de buurmanshuis eigenlijk toch nog... Ja, ik zie hem altijd wel. Maar ik heb hem nog nooit gesproken of zo, de buurman. Nou, we doen in ieder geval gewoon zo. Dat bespaart gewoon een beetje die ongemakkelijke moeite die ik hier dan zou moeten doen. Van wat zou je zitten eigenlijk? Ze bouwt even snel af. Oké, nu mijn voortuin. Dat gaat zo. Ik weet precies hoe mijn voortuintje gaat natuurlijk. Ik weet het allemaal uit mijn hoofd, kijkers, hè. Ik hoef niet eens te kijken. Ik weet het allemaal uit mijn hoofd hoe mijn hele huisje in elkaar zit. Mijn hele Henkie Jottemhuisje. Zo. En hier heb ik het eigenlijk afgesloten een beetje stiekem. Zo. Zodat gewoon de buurman... Kijk, kan ik er wel nog achterlangs? Maar dat ik eigenlijk geen last heb van de buurman. Hoe fijn is dat dan? Ik heb het een beetje zo. En zo. Een beetje afgesloten, zie je? Dat is toch leuk? Of niet dan? Zo. Hoppakee, en dan misschien nog iets hoger hier. En zo. En dan een beetje zo. Nou, dat is toch leuk. Een beetje afgesloten zo. Dat zit hier... Loopt, het hekje loopt door zo. Gaan we echt zo, hoppakee. Even kijken hoor. Het hekje verandert namelijk het poorthekje verandert namelijk in een groter hekje. En hoe gaan we dat doen met overswitch? Ik denk dat ik dan weer zo'n lelijk blok moet gaan gebruiken. Maar dat vind ik even niet erg voor nu. Want dit loopt best wel hoog op, zo. Hoppakee. En dan zo. En dan tot daar loopt eigenlijk gras. Maar wat wij dan doen is, wij bouwen gewoon een soort kleine muurtje hier. Dat ik helemaal niet erg vind, zo. En dan gooien we daar gewoon slaps op. Gooien we deze slaps erop gewoon. Om het een beetje beter te maken. Dat kan wel, toch? Dan gooien we hier ook eentje op. Gooien we hier eentje op. En om het dan helemaal af te maken, gooien we hier gewoon ook eentje erop, zo. Hoppakee, gooien we hier ook gewoon een hele lijn met dit blok. Om het een beetje af te maken, alsof het hetzelfde is. Is leuk, toch? Zo, hoppakee. Zo. Even kijken. Nou, dan moet het hier ook gebeuren op deze. En dan doen we gewoon dat je hier niet heen kan. Dat vind ik wel een leuke. Doe gewoon zo. Sluiten we het gewoon even af. Dat is helemaal niet erg, kijkers, om het even af te sluiten zo. We moeten wel een beetje ons eigen privéterreintje hebben, vind ik zelf. Als ik zeg maar mijn huisje zo zie. Nou, kijkers, dit is toch hartstikke leuk. Moet je zien, hé. We hebben gewoon ons hele eigen huisje gecreëerd. Hij is nog niet af, hoor. We gaan nog allemaal detailtjes snel plaatsen. Nu gaan we even snel. Allemaal details. 3, 2, 1, let's go. Oké, kijkers. Ik ben een beetje de laatste details erin aan het voegen. Dat het gewoon wat minder, ja, plattig is. En minder stommig eruit ziet. Kijk, zoals hier wat bandensporen en zo. Ik heb hier wat details aan de muurtjes toegevoegd. Ik heb wat verschillende diverse blokjes toegevoegd aan dingen. Dat het er gewoon allemaal even wat beter uitziet, vind ik zelf dan, weet je. Dus we gaan even kijken of dit allemaal een beetje werkt. Of dit leuk is. Dus even snel kijken. Bijna klaar met al deze blokjes. En dan is hij denk ik wel klaar. Want ik heb wel een dingetje wat ik jullie zo meteen even ga vertellen en uit ga leggen. Kijk, dit is leuk zo. Wat blokjes zo. Het is een beetje weinig. Misschien nog iets meer. Of juist, het is een beetje veel. Waardoor het te weinig lijkt. Ja, heel raar. Zie wat dat denk je. Maar dat maakt niet uit. Oké, kijkers. Hij is een soort van klaar van buiten. Ik heb even heel snel... Oh, ik maak nog een screenshot. Heel veel snelle details toegevoegd. Overal hier en daar. Zoals een brievenbus. Ik heb wat ventilatieschacht toegevoegd. Wat was dit ook alweer? Ik weet niet meer wat het was. Ik heb hier wat bloemetjes toegevoegd. Hier zitten potjes, maar die zijn helaas leeg. Ik heb hier een bloempotje toegevoegd. Ventilatieschacht. Nog een dikte ventilatieschacht. De groene bak, de bruine bak waar ik mijn afval in gooi.
wat details in de wegen, nog wat nieuwe prullenbakken die open en dicht kunnen. Zie je dat zijn? Nee, nieuwe prullenbakken. Oh jawel, trouwens, de grote normale prullenbakken. Hier gooi ik gewoon echt mijn troep in, die ik echt nooit meer terug was. Dan hier mijn achtertuintje. Die kan hier naar binnen. De binnenkant is zo... Wat zag ik nou voor blauwe spinnen staan? Wat was dat? Ik dacht ik wat blauw zag. Nou, dat zou dan wel de creeper zijn of zo, groen. Maar het mist nog één ding, vind ik. En dat is de panto zelf! Dus we gaan heel snel... Nou, heel snel. We gaan gewoon even een leuke panto bouwen die dan bij het huis past. Want ik vind het wel leuk om hier rond te lopen zo bij mijn eigen huisje. Dus we gaan even snel de panto bouwen. Oké, kijk eens. Ik heb deze een keer gezien hoe je zo'n leuk autootje kan bouwen. Dus we gaan hem ook gewoon bouwen. Bouw hem iets meer hier. Zo. Zo, zo. En dan... Hij is helemaal niet zo heel moeilijk namelijk. Kijk, je kunt gewoon zien hoe ik hem nu bouw. Van begin tot eind ga ik het gewoon laten zien. Ik weet niet of mijn kleuren leuk zijn. Ik weet dat roze hartstikke leuk is. Dus daar hoef ik me helemaal geen zorgen over te maken. Vervolgens gaan we zo. En dan doen we hier een slepje. Of laten we zeggen zo'n slepje. Zo. Dan moeten we het eerst even dag maken. Oh, dat is... Nee, doe ik kleur. Ah, ik wil zeggen ik wil time CT doen. Nou, dan bouwen, maakt niet uit. Dan bouwen we die dingen zo wel terug. Of pakken we ze zo wel terug. Dat doen we heel even snel. Zo, 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 zo. Dan heb je al, kijk, dan heb je dit ontwerpje. Dan denk je, wat is dit nou weer voor lelijks? Maar als we dan de buttons erbij pakken. En die plaatsen we hierheen en hierheen. Hierheen en hierheen. Dan gaan we hieronder, doen we zo nog eventjes. Dan doen we daaronder, doen we de hoppers. De hoppers zijn heel leuk, want als je een soort van uitlaat kan creëren. Snap je wat ik bedoel? Kijk. Zo. Kijk, dan heb je een soort uitlaatje. Zie je, hoe leuk is dat dan? Je hebt een soort twee uitlaatjes. Dan bouw je er nog overheen. Dan zeggen we pakken stairs. En dan zijn dat deze stairs. Wat is, hij moet wel een beetje... Ja, het is misschien niet mooi. Maar het is wel leuk om te doen. Dan pakken we nog glas. Doen we de donkere glas. Dan gaan we zo werken. En daarop doen we ook weer carpets. En omdat het de Henky Panto is, moet hij wel lime green zijn. Dus ik dacht, als we nou het dak van lime green maken... Hij is wel echt heel mooi, vind ik al, hoor, de panto. En dan deze streep ook nog van lime green. En dan doen we nog een sign voorop. Ja, dat is het nummerbord. Daar schrijven we dan ook iets leuks op. Jotten. Henky. Jotten. Dan buttons. Doen we ook de donkere buttons voorop. Zo, zo. En dan doen we nog item frames. Vind ik leuk om te doen. Zo, zo. En dan doen we red. Stone of red wool. Nee, deze red is leuk. Doen we zo, zo. En dan kan je dus... Je kan dus zelfs, als je echt heel speciaal wil doen... Kan je er nog een sign op plaatsen. Zo. Kijk, en dan heb je al helemaal leuke dingen. Alleen plaats ik nou wel net de verkeerde sign, zie ik. Want het moet de donkere sign zijn. Donkere sign zijn. Ja, dat is toch hartstikke leuk. Kijk, kijk eens. Dan heb je gewoon de Henky Panto. Hoe cool is dat? Hebben we gewoon een kleine Henky Panto gebouwd. Die erbij staat zo. Ah, dat is toch leuk. Ja, dan hebben we nu een Henky Panto. En dan hebben we gewoon een heel ding. We hebben gewoon mijn huis gemaakt. Hoe leuk is dat, hé? Of heb ik nou iets gemist? Nee, ja, ja, het interieur. Maar, wat we nu even snel doen is clear. Het interieur, dat gaan we een andere keer doen. Want ik zou vragen, als jullie dit heel leuk vinden, of vonden in dit geval... Dan ga ik het interieur maken. Maar ik heb nog één leuk idee. Kijk nou, kijkers. Hij is gewoon af. Met shaders heb ik nu. Ga ik even kijken. En oh, wat is hij mooi dan. Dan kunnen we gewoon zo rondlopen door mijn eigen Henkiehuisje. Wat leuk, hé. Ah, het ziet er gewoon echt uit alsof ik thuis ben nu. Ik voel me gewoon al helemaal thuis. Ik kan hier zelfs naar mijn panto toe. Ah, wat leuk. Hierachter nog allemaal mooie dingetjes. Nou, is dit niet helemaal leuk, kijkers? Gewoon de Henkiehuisje gemaakt en de panto erbij. Maar het interieur, dat gaan we dus later maken. Dat is dus wat ik wilde zeggen. Als jullie het leuk vinden, of dan doe ik een like op. Ik ga een heel bizar like op voor mezelf gooien. 1000 likes! Als deze video 1000 likes haalt, zijn er heel veel likes. Namelijk 1000, hoor. Ik weet niet of ik dat al haal. Maar 1000 likes... Als een Minecraft-video 1000 likes had als deze, dan zou ik het interieur maken. En wellicht zou ik dan allemaal andere auto's maken. Misschien laat ik dat zien, hoe je leuke auto's kan maken. Oh, is dat niet even mooi dan, kijkers. Dus dank jullie wel. We gaan het denk ik bij deze afsluiten. We hebben gewoon een leuk huis. Kijk, hier heb ik niks gebouwd, maar dat is niet erg. We hebben mijn eigen huisje leuk nagemaakt met de dingen erbij en al. Dus dank jullie wel voor het kijken, kijkers. Abonneer allemaal eventjes op mijn kanaal, op Henky's kanaal, Bakse kanaal. Dank jullie wel. Het is super leuk om te doen dit in Minecraft. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie allemaal later bij de volgende video. Tot ziens. Abonneer. Doei. Yeah.